wat leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Nou, ik heb weer een nieuw model mondkapje. Een 3D model, waardoor je toch wat prettiger kan ademen. Nou, in dit filmpje ga ik laten zien hoe ik dit mondmasker maak. Nou, als eerste heb je één stuk stof nodig van 25 bij 35 centimeter. Of twee stukken van 25 bij 17,5. Nou, ik heb een mal gemaakt. Die is 25 breed en 17,5 hoog. Ik heb mijn stof geknipt. In dit geval doe ik het uit één stofje. Dus die heb ik dubbel gevouwen en toen geknipt. Nou, wat ik heb gedaan, is ik heb iedere hoek, vanaf iedere hoek 4 centimeter afgemeten. Op mijn mal. En als je die dubbel vouwt, dan gaat er precies een hoekje af. Nou, dat doe je bij alle hoeken. Deze hoekjes gaan we ook van de stof afknippen. Deze hoekjes gaan we alle vier eraf knippen. Dat is één. Het is handig om eventjes het papiertje met een speldje vast te zetten. Ik denk ik doe het even zo, maar dan blijft hij beter zitten. Hier gaat het hoekje eraf. Dit hoekje gaat eraf. En dit hoekje gaat eraf. Nou, kan het malletje er weer af. Nu gaan we naaien. We willen een keeropening houden. Dus we gaan hier helemaal rond naaien, zodat we hier een keeropening houden. Nou, even de camera iets anders instellen. Zo. Ik start hier met aan- en afhechten. Ik laat altijd mijn naald in mijn stof zitten, zodat ik makkelijker kan draaien. En aan de laatste zijde maken we hem dus niet helemaal dicht. Weer even aan- en afhechten. Nou, nu gaan we hem keren via het keergat. En dan eventjes ervoor zorgen dat alle puntjes een beetje goed naar buiten komen. Hier heb ik een puntje. Hier zit een puntje. Nog eentje. Zo. Nu gaan we de opening naar binnen vouwen. En je kan hier eventueel of een wonderclip of een speldje opzetten. Nou, mijn wonderclips heb ik niet bij de hand, dus ik zet er een speldje op. En nu gaan we helemaal rondom langs het randje naaien. En het mag echt op het randje zijn.
halen de draadjes eraf. Nu gaan we hem dubbel vouwen. Dat de puntjes precies, of dubbel vouwen. Oh, ik zal even iets opschuiven. Dubbel vouwen, zodat het puntje van je schuine hoek hier komt te vouw. Aan beide kanten. Dus het schuine stuk, het hoekje wat je eruit hebt geknipt, loopt naar voren. En hier gaan we hem ook weer op de rand doorstikken. Nou ben ik mijn schaartje kwijt. Hier verstopt onder mijn machine. Nou, datzelfde gaan we ook doen aan de overkant. Dus ook hier vouwen we hem dubbel. Precies waar het hoekje eindigt. En dan zal je zien dat hij een heel klein beetje gaat overlappen. En dat klopt. Ook dit gaan we weer doorstikken. En je kan, als je het prettig vindt, kan je hem even vastzetten met een speldje of een wonderclip. Zelf vind ik dat niet nodig. Ook deze dus weer op de rand doorstikken. De draadjes meteen weer wegknippen. Ziet het er zo uit. Dit is de binnenkant. Nou, nu gaan we het elastiek pakken. Het elastiek moet 25 centimeter lang zijn per kant. Als je dit ronde elastiek gebruikt, gebruik je andere elastiek, dan moet je even kijken hoeveel rek erin zit. Maar bij dit elastiek werkt het goed om 25 centimeter per kant te hebben. Als het niet uitgerekt is. Zo. Nou, je pakt de kant waar je genaaid hebt net. Dus waar de flapjes zitten. Je legt het elastiek aan de zijkant. En het stofje vouw je eroverheen. En nu ga je naast het elastiek weer doorstikken. En zo nodig kan je natuurlijk speldjes of onderclips gebruiken. Hetzelfde gaan we ook aan de andere kant doen. Dus het elastiekje erop leggen. Dubbel vouwen en naast het elastiekje doorstikken. Draadjes wegknippen. We maken een knoopje. Een platte knoop in het elastiek. En je kan hem heel mooi zo in het tunneltje trekken. Niet te ver, want dan komt hij er aan de andere kant weer uit. En zo heb je ook geen last van het knoopje. Deze is iets strakker, dus moet je iets harder trekken. En we hebben hem. Nou, het mondmasker is klaar. Hier komt je kin en hier komt je neus. En dan valt hij er zo heel erg mooi overheen. Nou, ik hoop dat je wat had aan deze tutorial. Super bedankt voor het kijken. Laat me vooral weten of het gelukt is of niet. En wie weet, tot de volgende keer.